Gemeente, ik wil met u het woord van de Heere openen en wel in Genesis 1. Ik lees daar van de versen 20 tot 25. En in de preek zullen we stilstaan bij heel Genesis 1, de scheppingsdagen. En we lezen daar het woord van de Heere onze God als volgt in Genesis 1 vanaf vers 20. En God zei dat de wateren overvloedig voortbrengen een gewemel van levende zielen. En dat vogels vliegen boven de aarde, in het uitspansel van de hemel. En God schiep de grote walvissen en alle levende, wremelende ziel, welke de wateren overvloedig voortbrachten naar haar aard. En alle gevleugelde gevolgden naar zijn aard. En God zag het, dat het goed was. En God zegende ze, zeggende, zijt vruchtbaar en vermenigvuldig, en vervul de wateren in de zeeën. En de vogels vermenigvuldigen op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard. Vee en kruipend en wild gedierte van de aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte van de aarde naar zijn aard. En het vee naar zijn aard. En al het kruipend gedierte van de aardbodem naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Tot zover. Ik schrijf als thema boven de preek, God de goede schepper. In de eerste plaats letten we erop dat God levensruimte schept. Dat zijn de eerste drie scheppingsdagen. In de tweede plaats dat God de levensruimte invult. Dat zijn de vierde tot en met de zesde scheppingsdag. Dan staan we stil bij de vraag, in hoeveel dagen schiep God de aarde nu en waarom is dat belangrijk? En als vierde, wat leert dit gedeelte ons nu over God? God de goede schepper. We letten in de eerste plaats op God die levensruimte schept. In de tweede plaats op God die de levensruimte invult. In de derde plaats op de vraag in hoeveel dagen schept God? En in de vierde plaats, wat leert dit gedeelte ons nu over wie God is? Gemeente als thema boven de preek, God de goede schepper. In de eerste plaats, God schept levensruimte. In de tweede plaats, God vult die levensruimte in. In de derde plaats, de vraag, in hoeveel dagen schiep God? En in de vierde plaats, wat leert dit gedeelte ons over God? Gemeente, de vorige keer dat we stilstonden bij Genesis 1... hebben we vooral gekeken naar het grotere plaatje. God die heel het heelal schept. En voor vanmorgen wil ik met u inzoomen. Om te kijken naar wat Genesis 1 ons leert over hoe God de aarde schept en invult. Maar voordat we daar naartoe gaan wil ik eerst een vraag stellen. Hoe zit ik vanmorgen in de kerk? Hoe ben ik van plan te luisteren naar de uitleg van Genesis 1? Zit ik in de kerk met een wantrouwende houding? De schepping, ik vraag me af of het wel waar is. Ik moet toch hele goede argumenten horen voordat ik wil geloven dat God de aarde geschapen heeft? Als je zo vanmorgen in de kerk zit, dan stel je jezelf boven God. Dan ga ik als mens bepalen of wat God zegt geloofwaardig is of niet. Dan moet God zich tegenover mij gaan bewijzen. En je voelt wel aan, zo'n houding past ons niet. Het is zonde om jezelf boven God te stellen. Als je zo naar de schepping kijkt, dan mis je het wonder. Nee, de Heere nodigt ons vanmorgen uit om anders te kijken naar de schepping. Niet vanaf een afstand om te beoordelen of het wel waar is. Om te kijken zoals een kind kijkt naar zijn vader. Als zijn vader iets doet waarvan hij onder de indruk is. Zo moeten we vanmorgen naar de schepping kijken. Zie je die God die alles maakt uit niets? Die God die spreekt en het is er? Die God die alles wat we om ons heen zien geschapen heeft? Dat is nu mijn God. Dat is nu mijn vader. Laten we zo vanmorgen kijken naar de schepping zoals die in Genesis 1 beschreven wordt.
Als iets om van onder de indruk te zijn. Onder de indruk te zijn van de grote schepper. Van hemel en aarde. Nou, als we gaan kijken naar Genesis 1, dan zien we dat God de aarde in twee stappen schept. God begint met het scheppen van het heelal, de hemel en de aarde wordt dat in Genesis 1 genoemd. En van de aarde wordt dan gezegd dat de aarde nog woest en ledig is en dat duisternis over de afgrond heerst. Dus de aarde zoals die in Genesis 1 vers 1 geschapen is, is nog in het duister gehuld. Het is een wereld die helemaal onder water staat. Een wereld die een woest en onherbergzaam gebied is. Een wereld waarop geen leven mogelijk is. Wat doet God dan? Dan daalt God af naar deze woeste, onherbergzame wereld. De geest van God zweeft over het water. God zelf komt naar deze aarde toe om verandering te brengen in de chaos. Met andere woorden, God is niet een afstandelijke God die nadat hij de aarde geschapen heeft alles maar een beetje op zijn beloop laat. Zoals mensen beweren die in de evolutie geloven. God die de aarde schept en dan vanaf een afstandje toekijkt hoe door evolutie de aarde zich ontwikkelt. Nee, zo laat Genesis 1 vers 2 ons zien. God is een God die persoonlijk bij de schepping betrokken is. God blijft niet op afstand staan om dan onpersoonlijke mechanismen haar werk te laten doen. Nee, God is een God die persoonlijk bij de schepping betrokken is. Hij komt met zijn Heilige Geest naar deze aarde toe, die hij geschapen heeft. Hij zweeft over de aarde die hij gemaakt heeft. God inspecteert persoonlijk deze wereld. En als hij dan verderop in Genesis 1 gaat scheppen, dan doet hij dat ook op een persoonlijke manier. Hij doet dat door te spreken. God neemt de moeite om alles wat hij schept bij naam te noemen. Als hij wil dat er een uitspansel is, dan zegt hij, laat er een uitspansel zijn. En als hij wil dat er vogels komen, dan zegt hij, laat er vogels zijn. God noemt alles wat hij schept bij naam. Dus zo wordt in Genesis 1 God getekend. Niet een God die op afstand staat, maar een God die dichtbij is. Een God die persoonlijk de wereld schept, die persoonlijk naar de aarde toekomt, die persoonlijk schept door te spreken. En ik denk dat dat een van de belangrijkste lessen is van Genesis 1. Onze God is een God die persoonlijk bij de schepping betrokken is. Een God die, zo laat de rest van de Bijbel zien, niet alleen persoonlijk betrokken is bij de schepping, maar ook bij het onderhoud van deze wereld. God heeft de schepping niet alleen gemaakt, hij zorgt er ook voor en onderhoudt zijn schepping ook. En ik denk dat het belangrijk is om daar vanmorgen even een streep onder te zetten. Dat is een van de dingen die je kwijtraakt als je in de evolutietheorie gelooft. En helaas zijn er onder invloed van voormalig hoogleraar namens de Gereformeerde Bond, professor Gijsbert van der Brink, ook onder reformatorische christenen steeds meer die daar ruimte voor zien. Ruimte om te geloven in de evolutietheorie. Nou, het is goed om dan te beseffen wat je kwijtraakt als je dat doet. Als God niet persoonlijk bij de schepping betrokken is, maar dat overlaat aan het mechanisme van de evolutie, kun je dan nog geloven dat God voor de schepping zorgt? Dat God bij het onderhoud van deze wereld betrokken is? Als God bij de schepping al op afstand staat en niet persoonlijk bij zijn schepselen betrokken is, waarom zou hij dat dan nu wel zijn? Als we geloven in de evolutie, dan zetten we God op afstand. Dan wordt God een God die niet meer persoonlijk bij de wereld en bij ons mensen betrokken is. Iets wat haaks staat op Genesis 1, die juist laat zien dat God dichtbij is, dat hij persoonlijk zich met zijn schepping bemoeit. Nou, nadat God de hemel en de aarde gemaakt heeft, daalt hij af naar de aarde om persoonlijk dat woeste, onherbergzame gebied waarin geen leven mogelijk is, om te vormen tot een wereld waarin mensen en dieren kunnen wonen. Dat is wat God doet in de eerste drie scheppingsdagen. God gebruikt de eerste drie scheppingsdagen om dat gebied wat woest is, om te vormen tot een gebied waarin leven mogelijk is. En God begint dan door op de eerste dag scheiding te maken tussen licht en duisternis. Voor de schepping was alles gehuld in het duister, in het donker.
Duisternis was op de afgrond, zegt Genesis 1 vers 2. Maar op de eerste scheppingsdag klinkt Gods stem. Daar zij licht. En toen was er licht. In het heelal wat tot toen toe donker was, gaat het licht aan. Zo maakt God scheiding tussen licht en duisternis. En het licht noemt hij dag en de duisternis noemt hij nacht. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar wij vinden dat vaak heel vanzelfsprekend. Dat het licht wordt aan het begin van de dag. Niemand stond vanmorgen op en dacht, nou, vandaag eens even kijken of het wel licht wordt. We vinden dat vanzelfsprekend. En we vinden het ook vanzelfsprekend dat aan het eind van de dag het licht uitgaat. Maar Genesis laat ons zien, dat is niet vanzelfsprekend, dat is Gods werk. Hij maakt onderscheid tussen dag en nacht. Hij maakt dat er dagen zijn om op te werken en nachten om in uit te rusten. Ons ritme van dag en nacht is gegeven door God in de schepping. Hij schept licht en duisternis, dag en nacht. En voor de volken rondom Israël had het nog een extra betekenis. Want de volken rondom Israël die geloofden dat de nacht een duistere macht was. De nacht had iets onheilspellends. De nacht was het gebied waarin de duistere machten woonden. De nacht, dat was iets om bang voor te zijn. Maar zo laat de Heer hier in Genesis 1 zien, je hoeft niet bang te zijn voor het donker. Want ik ben het die de nacht geschapen heb. Ik ben het die het ritme van dag en nacht zelf heb ingesteld. De nacht is niet iets om bang voor te zijn. Maar de nacht is juist iets goeds. Ik geef jullie de nacht, zodat jullie mogen rusten van het werk wat je overdag gedaan hebt. Dat is de eerste dag. God maakt scheiding tussen licht en duister. Tussen dag en nacht. Je zou kunnen zeggen, God schept ruimte in de tijd. De dag. En op de tweede scheppingsdag maakt God scheiding tussen de wateren die op de aarde zijn en de wateren die boven de aarde zijn. Tot op dat moment was de aarde met een dikke laag water bedekt. En de wolken hingen als een dikke mist direct op de aarde. Overal waar je keek was water. En op de tweede scheppingsdag brengt God daar verandering in. Hij zegt, laat er een uitspansel zijn. Laat het water dat op de aarde is gescheiden worden van het water wat boven de aarde is. Het water in de wolken. Laat er ruimte ontstaan tussen het water op de aarde en de wolken. Ruimte om in te ademen. Ruimte om in te leven. En zo gebeurt het. God spreekt en het uitspansel is er. Hij schept ruimte op aarde zodat mensen kunnen ademen en kunnen leven. De tweede dag. En op de derde dag gaat de Heer op de aarde ruimte maken om te leven. Op dat moment, we hebben het al gezegd, was de aarde bedekt met een dikke laag water. De aarde was dus zonder droog land. En dan spreekt God, laat de wateren bij elkaar vergaderd worden, zodat het droge zichtbaar wordt. Nou, en zo gebeurt het. Zo maakt God het droge land. Dus de grond waarop wij lopen, de grond waarop ons huis staat. Het is op de derde scheppingsdag door God gemaakt. God schept ruimte om te leven, de droge aarde. En net zoals God op de eerste scheppingsdag het duister nacht noemt en het licht dag, zo doet de Heer dat hier ook. Hij noemt de droge aarde en de wateren noemt hij zeeën. Daarmee laat de Heer zien, ik ben degene die niet alleen het land, maar ook de zeeën geschapen heb. De zeeën, dat zijn geen boze machten zoals de volken rondom Israël geloven. De zee is niet iets om bang voor te zijn. Maar de zee hoort bij de goede schepping van mij. Ik heb de zee, ik heb het droge land geschapen. Ik was het die bij hun geboorte hun een naam gaf. Nou, zo maakt God door scheiding te maken ruimte voor de mens om te leven. Scheiding tussen dag en nacht, zodat er een dag komt waarop mensen kunnen leven. Hij maakt scheiding tussen de aarde en de wolken, zodat er ruimte komt voor mensen om te ademen. Hij maakt scheiding tussen de zeeën en het droge, zodat er droog land komt waarop de mens kan leven. Zo bereidt de Heer in drie scheppingsdagen de aarde voor de komst van levende wezens. Nou, het is in dat licht dat we ook vers 11 moeten lezen.
Want nadat God op de derde dag het water en het land gescheiden heeft en het droge land geschikt gemaakt heeft voor leven, zegt hij dat de aarde uitschieten gras, kruid, zaadzaaien, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin was op de aarde. Dus God schept het gras als voedsel voor de dieren en het kruid, daarbij kun je denken aan allerlei gewassen zoals graan en maïs, en de vruchtbomen waaraan vruchten groeien die mensen en dieren kunnen eten. En als God dat doet, dan zegt hij erbij naar zijn aard. Met andere woorden, God schept niet één soort vruchtboom, een sinaasappelboom of zo. En niet één soort gewas, bijvoorbeeld graan alleen. Nee, de Heer schept op de derde scheppingsdag verschillende soorten gewassen en verschillende soorten vruchtenbomen. Met andere woorden, dat wij verschillende soorten vruchten hebben, zoals appels en bananen en sinaasappels en nog veel meer. Daarvan zegt Genesis 1, dat is geen toeval. Dat zijn soorten die de Heere bedacht heeft. Die de Heere gemaakt heeft. Dat geldt ook voor alle gewassen die er zijn. Dat we graan, maïs, tarwe, rijst, aardappels en nog veel meer gewassen hebben. Dat is geen toeval. Dat is niet omdat het door de evolutie eenmaal zo gelopen is. Nee, Genesis 1 zegt ons, elke soort is door de Heere bedacht, door de Heere gemaakt. Hij schept elk soort, elk gewas, naar zijn aard. Denk daar eens over na. De volgende keer dat je een appel eet, of een banaan, of een boterham. Kijk dan eens goed. Proef dan eens goed. Dat wat je eet, daar waarvan je geniet, dat is door de Heere gemaakt. Dat heeft Hij geschapen. Hij heeft het geschapen om jou te eten te geven. Wat zie je daar de goede zorg van de Heer in? Heer, Hij schept niet één soort, zodat je elke dag hetzelfde moet eten. Elke dag spruitjes en nooit iets anders. Elke dag aardappels en anders niet. Nee, in zijn goedheid geeft de Heer verschillende soorten. Zodat we variatie zouden hebben in ons eten. Zodat we zouden genieten van ons eten. Dat is hoe onze God is, een goede God. Die de aarde voorbereidt op de komst van ons mensen. Waar evolutie uitgaat van de survival of the fittest. Waarbij soorten overleven die zich het beste kunnen aanpassen aan hun omgeving. Dat doet de Heer precies het tegenovergestelde. De Heer maakt niet de mens geschikt voor de omgeving waarin hij terechtkomt. Maar maakt de omgeving geschikt voor de mensen en de dieren die hij erin zal plaatsen. Dus als je de vraag stelt, hoe komt het eigenlijk dat deze aarde zo'n geschikte plaats is om te wonen voor ons als mensen? Dan is het antwoord wat Genesis 1 ons geeft. Dat komt omdat God deze wereld speciaal voor ons mensen gemaakt heeft. Zo is onze God. Hij maakt alles klaar, zodat als hij de mens gaat scheppen en ook de dieren, dat de aarde ervoor geschikt is. Zoals een moeder die een kleine verwacht alles klaarmaakt voor de komst van haar kindje. Kamertje wordt gereed gebracht. Wiegje wordt klaargezet. De kleertjes hangen al aan de kast. Alles staat te wachten tot de komst van de kleine. Nou, zo maakt de Heer de aarde klaar voor de komst van mensen en dieren. We gaan naar ons tweede punt. God vult de levensruimte. Nadat God op de eerste dag lucht, licht en land geschapen heeft, gaat hij op de vierde tot en met de zesde scheppingsdag dat invullen. En de Heer, hij begint bij het licht. De eerste dag had hij scheiding gemaakt tussen licht en duisternis. En nu, op de vierde dag, schept God de zon, de maan en de sterren. Om die scheiding tussen licht en duisternis bestendig te maken. En als je goed gelezen hebt, toen je Genesis 1 de laatste keer las, dan is er met de schepping van de zon, de maan en de sterren iets bijzonders aan de hand. In de eerste plaats valt op dat hun naam niet genoemd wordt. In plaats van hun naam te gebruiken, zon en maan en sterren, noemt God hen heel omslachtig het grote licht en het kleine licht. En het tweede wat opvalt is dat aan geen enkele
enkel iets van wat God schept er zoveel woorden besteed worden als aan de schepping van de zon en de maan. Nou, waarom is dat? Waarom worden hier de naam van de zon en de maan niet genoemd? En waarom krijgt de schepping van de zon en de maan zoveel aandacht? Nou, dat heeft te maken met de volken rondom Israël. En heel veel volken op deze aarde werd en soms nog wordt de zon en de maan als goden aanbeden. En ook in onze westerse wereld zie je dat nog terugkomen. Heel wat mensen die geloven in horoscopen. Die gebaseerd zijn op sterren, die, zo gelooft men dan, de toekomst zou bevatten. Nou, daar rekent God in Genesis 1 mee af. Hij zegt, dat is dwaasheid. De zon, de maan en de sterren, die zijn niet bijzonder. Maar ik ben het die ze geschapen heb. Ze zijn niet eeuwig, maar ik heb ze gemaakt. Aan het begin van de wereld. We moeten niet de zon, de maan en de sterren aanbidden, maar de God die de zon en de maan en de sterren geschapen heeft. En we moeten niet onze toekomst willen aflezen uit de sterren, maar we moeten onze toekomst leggen in de handen van de Heere die de sterren geschapen heeft. En met welke functie schept God de zon, de maan en de sterren? Het eerste wat genoemd wordt is dat ze onderscheid maken tussen dag en nacht. De zon en de maan en de sterren ze geven aan wanneer het dag is en wanneer het nacht is. Als de zon schijnt is het dag. Als we de maan en de sterren zien schijnen, dan is het nacht. En de tweede functie die Genesis noemt, is dat ze zijn tot tekenen, tot gezette tijden, tot dagen en tot jaren. Dus aan de hand van de zon, de maan en de sterren kunnen we de tijd berekenen. We kunnen dagen tellen door op de zon te letten. We kunnen maanden berekenen door op de maan te letten. Elke keer als het volle maan is, dan begint weer een nieuwe maan. Tenminste, zo rekende men toen. En als je maanden weet en dagen weet, dan kun je ook berekenen wanneer het nieuwe jaar begint. En kun je ook dagen apart zetten als bijzondere dagen, als feestdagen, als gedenkdagen. Met andere woorden, God geeft de zon en de maan om orde aan te brengen in de tijd. En de derde functie die Genesis noemt, is dat de zon en de maan heersen over de dag en heersen over de nacht. Met andere woorden, zo wil de Heer laten zien, het licht heerst over de duisternis. Overdag schijnt de zon en 's nachts, als het donker is, dan is het niet helemaal donker, want dan zijn daar de maan en de sterren. Zelfs in de nacht laat God lichten schijnen, zodat het niet helemaal donker is. Zo geeft de Heer op de vierde dag de zon, de maan en de sterren. Om licht te zijn in de duisternis. Om structuur te geven aan de tijd. Ja, dat brengt ons bij de vijfde scheppingsdag. Waar de Heer op de tweede scheppingsdag het uitspansel geschapen heeft. Wat de water in de lucht, de wolken, scheidt van het water op de aarde. Dan gaat de Heer op de vijfde scheppingsdag die wolken en dat water op de aarde vullen. En hij begint dan met het water. Hij zegt, laat de aarde, laat het water overvloedig een gewemel van levende wezens voortbrengen. En zo gebeurt het. Vissen, groot en klein, krabben, zeesterren, wat er maar in de zee leeft. God spreekt en het is er. De Heere gebiedt dat er een overvloed van wriemelende dieren in de zee moet komen. En het is zo. En even tussendoor, het valt op hoe nauwkeurig de Bijbel hier is. Kijk, in de tijd dat de Bijbel geschreven werd, waren er nog geen microscopen. Maar als wij in onze tijd een druppel zeewater onder de microscoop leggen, dan zie je wat hier beschreven wordt. Dan zie je in één zo'n druppel zeewater dat die vol zit met talrijke, wriemelende dieren. En als je dan nog verder inzoomt, als je kijkt naar wat er in zo'n druppel zeewater aan micro-organismen zitten, dan zitten er vele, vele miljoenen van die micro-organismen in één druppel zeewater. Nou, dat is nog maar één druppel. De zeeën en de oceanen omvatten talrijke druppels. En elke druppel weer van die miljoenen micro-organismen. Allemaal door God geschapen. Allemaal door God uitgedacht en gemaakt. Zo groot is onze God. Zo wijs en zo machtig is Hij. Dat Hij dat alles bedacht heeft. En nadat God de vissen gemaakt heeft,
schept hij ook de vogels. Hij spreekt dat de hemel vol moet zijn van vogels. En net als de vissen schept hij ook de vogels naar hun aard. Elke vogel wordt door hem bedacht en door hem geschapen. Maar zo schept God op de vijfde dag de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En dan breekt de laatste scheppingsdag van God aan, de zesde scheppingsdag. Deze dag schept God de mensen en de dieren. De schepping van de mens gaan we het de volgende keer hebben. Dus dat laat ik vanmorgen even liggen. Laten we vanmorgen even kijken naar hoe dat gaat met de dieren. God zegt, laat de aarde levende wezens voortbrengen, elk naar zijn soort. Vee en kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurt het. Dus het vee, denk aan koeien, aan schapen, aan geiten. Ze worden door de Heer geschapen. En kruipende dieren, daarmee worden alle kleine dieren bedoeld. Zoals insecten, zoals kikken, zoals muizen, zoals konijnen, zoals hazen. De Heer schept ze naar hun soort. En ook de wilde dieren. De leeuw, de tijger, de olifant, of andere grote dieren. Het is de Heer die ze maakt. Elke diersoort door hem bedacht. Door hem geschapen. En het is goed om daar af en toe bij stil te staan. Als je in je auto zit of op je fiets en je rijdt door de weilanden. En je ziet daar een paard staan. Of als je je hond of je kat aait. Of als je konijn of cavia te eten geeft. Of je loopt door de dierentuin en je ziet daar een leeuw of een olifant of een ander dier. Nou, sta dan eens even stil en kijk eens goed. Naar die prachtige dieren. Die heeft onze God geschapen. Zo heeft God het bedoeld in de schepping. Niet alleen dat we functioneel gebruik maken van wat hij gemaakt heeft. Maar dat we af en toe ook genieten van de schoonheid die hij in de natuur gelegd heeft. Om zo in stille verwondering in het genieten hem te danken. Voor wat hij gemaakt heeft. Heere, wat hebt u alles mooi. Wat hebt u alles wonderlijk gemaakt. We gaan naar ons derde punt, de vraag in hoeveel dagen schiep God. Ja, zegt iemand, maar ik heb een vraag. Hoe zit het nou met de dagen die in Genesis 1 genoemd wordt? Zijn dat nou letterlijke dagen? Zijn dat nou dagen van 24 uur? Of mag je dat ook figuurlijk lezen? Mag je die dagen ook lezen als een lange periode? God schiep de aarde in 6 lange periodes. Maar sommige christenen die kiezen voor dat laatste. Die willen graag de wetenschap, evolutie en schepping beide accepteren. En die zien dat dan als een oplossing. Genesis 1, zo beweren ze, zou dan beschrijven hoe God in 6 periodes door evolutie de aarde maakt. En de vraag is, kun je Genesis 1 zo lezen? Laat Genesis 1 daar ruimte voor over, open. Mag je die 6 scheppingsdagen lezen als 6 lange periodes? Nou, laten we eerst maar eens gaan kijken naar de Bijbeltekst. Als je Genesis 1 gaat lezen, dan wordt daarvoor dag het woordje yom gebruikt in het Hebreeuws. De eerste dag, de tweede dag, de derde dag. Steeds dat woordje yom. En yom betekent in principe de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang. En zeker, heel soms wordt dat woord ook in een bredere betekenis gebruikt. Maar dat is dan altijd duidelijk uit de context. Het is een beetje net als met het Nederlandse woordje dag. Als je een Nederlandse woordje dag gebruikt, dan bedoel je altijd een dag van 24 uur. En je kunt dat woordje wel gebruiken in een andere betekenis. Bijvoorbeeld als we het hebben over de dagen van Willem van Oranje. Maar dan laat de context waarin je dat woord gebruikt zien dat je iets anders bedoelt dan 24 uur. Nou, zo is het in het Hebreeuws ook. Het woordje yom betekent dag van zonsopgang tot zonsondergang. En als het iets anders betekent, dan is dat vanuit de context altijd duidelijk. Dus de vraag die we moeten stellen is, geeft Genesis 1 ons een aanleiding om het woordje anders te lezen dan een letterlijke dag? Om het woord anders te lezen dan een periode van zonsopgang tot zonsondergang. Nou, ik denk dat je heel duidelijk
kunt zijn. Genesis 1 geeft een hele duidelijke context. Na elke dag klinken de woorden, toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag, de tweede dag enzovoort. Dus het spreken van avond en morgen laat duidelijk zien dat het gaat om echte dagen in plaats van lange periodes van tijd. Een ander bewijs daarvoor is de wet van de Here. Waar heel de Bijbel het woord van God is, is er één gedeelte in de Bijbel wat God met zijn eigen vinger geschreven heeft. God heeft met zijn eigen vinger de stenen tafelen van de wet geschreven. We hebben dat vanmorgen nog gehoord. Wat staat er in de wet van de Here? 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag, dan zult gij geen werk doen, want in 6 dagen heeft de Here de hemel en de aarde geschapen. De zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. In 6 dagen, schrijft de Here met zijn eigen vinger, heb ik de hemel en de aarde geschapen. Zoals God 6 dagen gewerkt heeft en op de 7e dag rustte. Zo zegt de Heer, zo wil ik dat mensen 6 dagen werken om dan op de 7e dag rust te nemen. En iedereen die deze wet las begreep, dan bedoelde God niet, dan mogen we eerst 6 lange periodes gaan werken om dan een lange periode vakantie te nemen. Nee, de wet van de Heer is duidelijk. Je werkt 6 gewone dagen om daarna een dag rust te nemen. Ja, zegt er iemand, maar ik heb nog een vraag. Hoe zit het nu met de leeftijd van de aarde? Als je een beetje verdiept in de wetenschap en wat die zegt over de leeftijd van de aarde, dan beweert de wetenschap dat de aarde heel erg oud is. Hoe moeten we dat zien? Kijk, de Bijbel kan wel beweren dat de aarde iets van 6.000 tot 10.000 jaar oud is of zo. Maar als de wetenschap laat zien dat de aarde veel ouder is, moeten we dan niet concluderen dat de Bijbel op dit punt niet klopt? Nou, dat is inderdaad wat professor Van der Brink beweert. Die zegt, God spreekt in Genesis 1 op een kinderlijke manier tot ons. God wist dat we hem niet zouden begrijpen als hij over evolutie zou beginnen van miljoenen jaren. Daarom heeft God het simpel gehouden. Daarom heeft hij ons een mooi verhaal verteld, zodat wij het een beetje kunnen begrijpen. En nu we beter weten, nu de wetenschap ons geleerd heeft hoe het echt zit, nou, nu moeten wij Genesis 1 anders gaan lezen. Wij moeten de Bijbel gaan lezen door de bril die de wetenschap ons aanreikt. Dat is wat hij zegt. Nou, wat moet je daar nu op zeggen? Maar het eerste wat ik zou willen zeggen is dat we het probleem wel serieus moeten nemen. Ik vind het veel te makkelijk om blind te doen alsof dit soort problemen niet bestaan. Want het is zo dat wetenschappelijke waarnemingen lijken te wijzen op een aarde die veel ouder is als wat de Bijbel ons vertelt. Er zijn in grote lijnen 2 waarnemingen die daarop wijzen. De eerste is een radiometrische dateringmethode. En de tweede gaat over de dateringsmethode die werkt op grond van aardlagen. En de fossielen die in aardlagen gevonden zijn. Nou, die radiometrische dateringsmethode, hoe werkt die? Nou, die werkt op basis van radioactieve deeltjes die in de lucht zitten. C14 is de bekendste. En elk van die deeltjes heeft een halfwaardetijd. Dus de tijd waarin zo'n deeltje nog maar de helft van zijn deeltjes over heeft. En de aanname daarbij is dat als een steen gevormd is, dat die steen op het moment van ontstaan evenveel van die C14 deeltjes heeft als er op dat moment in de lucht zitten. Nou, ik zei het al, die C14 deeltjes die vallen uit elkaar. Als je 100 C14 deeltjes hebt, bestaan er na 40 jaar nog 50. En over weer 40 jaar bestaan er nog 25, de helft. Dus over een bepaalde periode van tijd verdwijnt de helft van die deeltjes. Dat is de halfwaardetijd. Nou, als je weet hoeveel van die deeltjes er in de lucht zitten, en je weet wat de halfwaardetijd is, dan kun je een steen of een fossiel wat je vindt gaan dateren. Op basis van het tellen van die radioactieve deeltjes. Dan kun je berekenen hoe oud zo'n steen of zo'n fossiel is. Nou, en als je dat als uitgangspunt neemt, dan kom je tot hele hoge
leeftijd voor de aarde, zo'n 4,5 miljard jaar. Maar dat is wat de wetenschap zegt. De aarde bestaat iets van 4,5 miljard jaar. Nou, wat kun je daar nou tegen inbrengen? Want 4,5 miljard jaar en 6 tot 10.000 jaar, dat is nogal een verschil. Nou, verschillende christelijke wetenschappers, als je dit nou moeilijk vindt voor jezelf, hè, is de Bijbel wel wetenschappelijk verantwoord? Klopt de Bijbel wel of is het maar een menselijk verzinsel? Nou, luister eens naar wat christelijke wetenschappers daarover te zeggen hebben. Op internet kun je daar veel van vinden. Als het om deze dateringsmethode gaat, wijzen ze ons op de aannames die er achter die dateringsmethode zitten. De eerste aanname is dat die halveringstijd constant is. Zo'n recent onderzoek in 2006 uit Duitsland laat zien dat de halveringstijd heel erg sterk beïnvloed wordt door de temperatuur. Met andere woorden, als die halveringstijd waarmee men rekent niet klopt, dan klopt ook de uitkomst niet. Tweede aanname is dat het aantal radioactieve deeltjes in de lucht constant is. Met andere woorden, als we nu ervan uitgaan dat iets van 1 op de triljoen deeltjes in de lucht een C14 deeltje is, dan gaat die dateringsmethode ervan uit dat dat altijd zo geweest is. Nou, christelijke wetenschappers hebben terecht erop gewezen dat het dus helemaal niet hoeft te zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat toen God de aarde schiep, dat hij een dampkring had gemaakt die alle radioactieve deeltjes en alle radioactieve straling buiten hield. En het kan zo zijn dat de temperatuur van de aarde een periode heeft gekend van stijging en van daling. En dat invloed gehad heeft op de kosmische straling. Of denk ook aan de zondvloed. Hè. De zondvloed heeft heel de aarde onder een dikke laag water gezet. Nou, dat moet een enorme invloed gehad hebben op de wereld. Met andere woorden, die dateringsmethode die maakt gebruik van verschillende aannames die mogelijk helemaal niet kloppen. En die wel hele grote invloed hebben op de leeftijd van de aarde die ermee berekend wordt. Nou, dezelfde geldt ook voor de datering op basis van de aardlagen die gevonden zijn. De aanname daarachter is dat aardlagen zich geleidelijk heel langzaam ontwikkelen. En de vraag is, klopt die aanname wel? Als je gelooft dat de zondvloed er geweest is, en Genesis beschrijft ons een zondvloed, dat betekent dat er een hele grote laag water op de aarde gestaan heeft. Nou, dat levert een enorme druk op, waardoor die aardlagen misschien wel veel sneller gevormd zijn als dat het in een normale situatie zou gebeuren. Kortom, als je wetenschappers hoort beweren dat de aarde miljarden jaren oud is, weet dan dat er achter die leeftijd heel veel aannames liggen die alles behalve zeker zijn. Het zijn de aannames die bepalen of je op een jonge of een oude aarde uitkomt. Je zou kunnen zeggen, uiteindelijk in de discussie rondom het ontstaan van de wereld bepaalt de bril die je opzet de uitkomst. Eigenlijk gaat het om de vraag, hoe interpreteer ik wat ik waarneem in de wereld? Doe ik dat vanuit geloof? Vanuit de Bijbelse aanname dat God alles geschapen heeft? Vanuit de Bijbelse aanname dat er een zondeval geweest is die de wereld radicaal en ingrijpend veranderd heeft? Vanuit de Bijbelse aanname dat er een zondvloed geweest is die heel de aarde met een dikke laag water bedekt heeft? Of kijk ik naar de wereld vanuit de aanname dat God niet alles geschapen heeft? Dat er geen zondvloed geweest is en dat dus sinds het begin van de wereld alles hetzelfde gebleven is als dat het nu is? Eigenlijk heb je maar twee mogelijkheden. Of we lezen de Bijbel door de bril van de wetenschap. Of we lezen de wetenschappelijke waarnemingen door de bril van de Bijbel. En de vraag is, wat vinden we nou betrouwbaarder? Ons wetenschappelijke denken? Of wat God zegt in zijn woord? Kijk, wie Gods woord als uitgangspunt neemt, die zou moeten zeggen, God heeft de aarde geschapen. En als hij zegt dat hij dat in 6 dagen gedaan heeft, dan geloof ik dat. Want zou hij, die almachtig is, dat niet kunnen? Zou hij geen aarde kunnen scheppen in 6 dagen? We gaan naar ons laatste punt. Wat leren we uit dit gedeelte? Ja, nu we gezien hebben dat God in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen heeft,
is het goed om de vraag te stellen, wat wil dit nu zeggen tot ons? Wat wil de Heer met dit gedeelte ons leren? Nou, ik denk boven alles dat het laat zien dat God een goede God is. Als je Genesis 1 leest, dan kom je steeds dat refrein tegen. En God zag dat het goed was. Dus als God een wereld schept, dan schept hij niet een wereld met een beetje goed en een beetje kwaad. Hij schept een wereld zonder kwaad. Alles was goed. En als je de Bijbel verder leest, dan zie je dat dat een uitgangspunt is voor heel de Bijbel. Heel de Bijbel gaat erover hoe God die goede aarde die hij goed geschapen heeft, maar die door de zondeval kapot gemaakt is, hoe hij dat weer gaat herstellen, hoe hij dat weer goed gaat maken. God is een goede God die mensen goed gemaakt heeft. En ook al zijn wij door de zondeval slecht geworden, hij blijft goed. Hij rust niet voordat wij als mensen en de wereld weer is zoals hij het geschapen heeft. Goed. God is een goede God die de wereld goed geschapen heeft. En dat is een belangrijk punt. Want dit staat haaks op de evolutietheorie. De evolutietheorie gaat uit van de survival of the fittest. De sterkste en de slimste van een soort die overleeft omdat zij al het eten te pakken krijgen. En de zwakkere soorten sterven uit. Omdat de sterkere en de slimmere soorten hen voor zijn. De sterkste wint. En de zwakke verliest en sterft uit. Wie sterk is, heeft toekomst. En wie zwak is, verdwijnt. Je zou kunnen zeggen, als je gelooft in de evolutie, dan hoort de dood erbij. Voor de evolutie is de dood zelfs iets goeds. De dood van het zwakke soort is nodig, zodat de sterkere soorten zich verder kunnen ontwikkelen. Dat is de wereld die de evolutie ons schildert. Een wereld waarin dood is. Een wereld waarin strijd om te overleven ten koste gaat van anderen. Een wereld zonder vrede. Een wereld waarin je gedood wordt of zelf dood. Geen goede wereld zoals Genesis 1 ons schetst. Maar een harde wereld waarin je op moet komen voor jezelf. Waarin je moet proberen te overleven ten koste van anderen. Een heel andere wereld dan de wereld van Genesis 1. En daarmee niet alleen een andere wereld, maar ook een andere God. Als je nou echt gelooft in het evolutietheorie, in wat voor soort God geloof je dan? Nou, krijg je een God die de dood gewild heeft. Dan krijg je een God die de strijd om te overleven goed vindt. Dan krijg je een God die het uitsterven van zwakkere soorten toejuicht. Omdat daardoor hogere diersoorten en de mens kan ontstaan. Als je gelooft in de evolutietheorie, dan krijg je een God die haak staat. Wat de Bijbel ons over God leert. Want hoe anders spreekt de Bijbel over wie God is? God wordt ons voorgesteld als een God die de dood van de goddelozen zelfs niet wil. Maar daar lust in heeft dat hij zich bekeert en leeft. God is een God die niet juicht als het zwakkere uitsterft. Maar een God die zich om het zwakkere ontfermt. God is een God die opkomt voor de zwakkere. Zoals de weduwe en de wezen en de vreemdelingen. Deze zwakkere groepen uit de samenleving, zo lezen we in het Oude Testament, worden steeds weer opnieuw door de Heere beschermd. Hij komt voor hen op. De Bijbel toont ons geen harde God. Zoals bij de evolutietheorie, maar een ontfermende God. Een barmhartige God. Onze God is een God die de wereld goed geschapen heeft. En die zelf ook goed is. En als je dat het beste wil zien, dan kijk dan maar naar de Heer Jezus. De evolutietheorie ons leert dat egoïsme goed is. Evolutie draait immers om het principe dat iedere soort zijn best moet doen om te overleven ten koste van andere soorten. En binnen het soort is degene die het sterkst is, degene die overwint, die overleeft. Maar hoe anders is de Heer Jezus? Hij leert ons om niet egoïstisch te zijn, maar onszelf te verloochenen. Hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij leert ons om door de knieën te gaan en de voeten te wassen. Om de minste te zijn in plaats van de meeste. En zelf gaf hij ons het voorbeeld. Hij was niet de sterkste die het kwaad met geweld om het leven bracht. Maar hij overwon het kwaad door te sterven aan het kruis.
De God van de evolutie staat haaks op de God van de Bijbel. Als je de deur openzet voor de evolutietheorie, raak je niet alleen de schepping kwijt, maar raak je heel de Bijbel kwijt, raak je ook de God van de Bijbel kwijt. Want hoe God in de Bijbel spreekt over zichzelf is niet te verenigen met hoe de evolutietheorie over God spreekt. Gemeente, dat maakt de discussie die rondom het boek van professor Van der Brink ontstaan is zo gevaarlijk. Want het gaat niet alleen om de vraag, hoe heeft de aarde zich ontwikkeld? Is dat nou door schepping gegaan of door evolutie? Maar de vraag die daarachter ligt is, wie is nu onze God? Is God goed? En schiep hij een goede aarde? Of is God slecht? Een God die dood en egoïsme gewild heeft. Een God die een aarde schiep waar geweld en dood erbij hoorden. Maar Genesis 1 is duidelijk. God schiep een goede aarde. Waarin geen dood en verderf was. Nou, dat is het eerste wat Genesis 1 ons over God leert. God is goed. En het tweede wat Genesis 1 ons leert over God is dat hij almachtig is. Hij spreekt en het is er. Iets wat er niet was, komt er. Omdat God spreekt. Elk scheppingsdag klinkt het weer als een refrein. En God zei. En dan wordt er iets wat er nog nooit was. En het is er opeens. Zo machtig is onze God. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Hij kan alles. Hij is de Almachtige, zo wil Genesis 1 ons laten zien. Als deze God met een paar woorden alles kan maken. Is hij dan niet ons vertrouwen waard? Wat kan er dan gebeuren in ons leven? Wat hij niet de baas kan. Welke nood kan er zijn waarin hij niet de uitkomst geven kan? Hij is de Almachtige. Hij spreekt en het is er. Wie hem heeft, die heeft alles. Die wordt door hem beschermd. Die zal door hem verzorgd worden. Onze God is de God die hemel en aarde geschapen heeft. Die almachtig is. Die helpen kan. En zo is het ook in het geestelijk leven. De vernieuwing en de herschepping van ons hart. Ook daarin is het dat hij de Almachtige is. Hij spreekt en het is er. De Bijbel zegt, doden zullen horen de stem van de levende God. En die stem gehoord hebben, die zullen leven. Zo is God. God is de Almachtige. Hij spreekt. En jij die vanmorgen dood in de kerk zit, je leeft. Hij spreekt. En jij die vanmorgen te neergeslagen in de kerk zit, die alles kwijt is. Hij spreekt en het is er. Hij spreekt en je ziel gaat leven. Daarom hoe je vanmorgen ook in de kerk zit. Wat je geestelijke nood ook is. Als je dood bent, ga tot hem. Want hij spreekt en je leeft. Als je in de put zit en Christus kwijt bent, ga tot hem. Want hij spreekt en het is er. Als je leeft op de toppen van het geloof, dank dan hem die gesproken heeft. Die je geestelijke leven in stand houdt. Onze God is almachtig. Hij spreekt. En het is er. Hij die alles gemaakt heeft. Die de schepper van alles is. Wil ook zo spreken. In ons leven. Amen.